Op dit moment, sinds 18 augustus, zijn we op Beek Elsco bezig met een aantal sporen te verwijderen en een aantal wissels te verwijderen. Omdat de buitenliggende sporen niet meer werden gebruikt. En samen met Rijkswaterstaat zijn we de brug over de A2 aan het conserveren. De brug wordt weer helemaal kaal gestraald en van daaruit wordt er weer met 3 lagen verf opnieuw opgebouwd, zodat hij 20 jaar mee kan. Dit jaar hebben we het onderhoud aan de onderzijde. Dat hebben we opgeknipt in 3 fasen. En we hebben meegelift met de treinvrije periode van ProRail, zodat onze werkzaamheden en de werkzaamheden van ProRail mooi in 1 periode samenvallen. Het is noodzakelijk om de combinatie op te zoeken samen met een Rijkswaterstaat in deze. Want voor hun werkzaamheden kunnen er geen treinen rijden. Uiteindelijk heeft de reiziger het grootste voordeel daarmee, want hij heeft maar 1 keer last. Dus 1 keer rijden geen treinen.